Erwin Jalvink, ja, leider in het klassement in die 125cc automaat. Was dat een beetje volgens de verwachting? Nee, zeker niet volgens de verwachting. We hadden verwacht dat we wel een top 5 klassering verwacht, maar meteen al eerst. Dat hadden we zeker niet verwacht, nee. Nee. Nationaal kampioen Bastian Hummel, de concurrent met Alex van Rijmendam achter je. We staan nu hier in Lelystad. Wat verwacht je van deze dag? Nou, ik denk dat er wel hoge verwachtingen zijn. De motor loopt goed, de grip was gisteren heel goed in orde. Alleen de tijdrijden wou niet echt goed gaan, want we hadden veel te veel grip. Maar ik sta slechts 700ste achter Bastian Hummel, dus het moet lukken. Wat belooft een mooie strijd voor deze middag? Ja, dat denk ik wel. De top 3 staat binnen 1/10. Dus. Wat is nou, je zegt een top 5 klassering, nu sta je eerst. Betekent dat jullie je seizoen een beetje gaan wijzigen? Nee, dat je misschien wat meer risico gaat nemen? Ja, voor de eerste plek, ja, tuurlijk. Ja, we gaan er helemaal voor nu. Oké, wat verwacht je van deze dag? Nou, een top 3 klassering zit er zeker wel in, ja. Oké, succes. Dankjewel.